Ik denk dat iedereen hier iets ergs heeft gedaan, maar absoluut niet er altijd en zeker niet nu op uit is om dat opnieuw te doen. Alles behalve. Een veel voorkomende misvatting is dat het hier leuk is en dat mensen het hier goed hebben, dat je hier veel kan doen. Maar dat die mensen zich vergissen hoe groot de impact is, dat wij bepalen wanneer de deur open mag en dicht. Aan het begin vond ik de eetmomenten op de dag, de lunch en het avondeten, wat we altijd met z'n allen doen, best spannend soms. Omdat het soms best kan omslaan als iemand niet goed in zijn vel zit en een beetje chagrijnig is. Nou, andere mensen kunnen dat misschien ook niet goed hebben door wat er allemaal speelt. En ik ben degene die verwacht wordt de sfeer of goed te houden of in ieder geval te zorgen dat het niet escaleert. Nou, dat zijn dingen waar ik zekerder in ben geworden, meer zelfvertrouwen in heb gekregen, wetende dat ook als het misgaat, ik weet wat ik moet doen en dat het ook wel weer goed komt. Ik denk dat als groepsleider je absoluut een band opbouwt met de patiënten die je begeleidt. Daarin heb je denk ik een hele belangrijke rol. Dat je iemand veel ziet, dus ook snel herkent. Hey, deze persoon zit er iets minder goed bij. Het gaat niet zo goed. Snel gespannen. Prikkelbaar. Zondert zich meer af. Heeft veel behoefte aan middelengebruik. Dat zijn allemaal dingen die hier op de groep gesignaleerd worden. Vaak snel, hoop je. Juist omdat je zo intens met iemand samenwerkt. Ik heb gisteravond gevolleybald. Ik heb eergisteren getennist. Soms kijken we een film. Je doet ook leuke dingen samen. Wat bestaat naast de ingewikkeldere, moeilijkere, diepere gesprekken. Ik denk dat die combinatie is wat het werk zo bijzonder maakt. Wat ook maakt dat afstand, nabijheid er altijd een belangrijk thema is. Het zijn ook gewoon mensen, die kun je ook aardig vinden. Daar moet je altijd voor waken dat er niet vriendschap ontstaat in een manier van dat het invloed heeft op welke keuzes je wel en niet maakt. Of wat je denkt dat veilig is. Het loslaten van wat er hier allemaal gebeurt, wat zich afspeelt, wat je leest, wat je hoort, wat er gebeurt in het verleden, vond ik in het begin toen ik hier werkte best ingewikkeld. Het lukt ook niet altijd. Ik denk dat het een illusie is dat iedereen alles wat er op zijn werk gebeurt altijd loslaat. Maar dat bij dit werk misschien iets ingewikkelder is als je te veel meeneemt. Ik woon zelf niet in Utrecht. Voor mij helpt de treinreis heel erg. De trein gaat hier weg en komt thuis aan en dan is alles wat hier gebeurt een beetje hier. Ik denk dat je op die manier op zoek moet naar even het uit je hoofd zetten. Als ik een nieuwe collega krijg, ik hoop dat diegene enthousiast is om hier aan de slag te gaan met deze ingewikkelde doelgroep die het je soms ook moeilijk maakt. Soms gaat het langzaam en heeft iemand veel tijd nodig. Nou, dat kan soms heel lang duren. Dan moet je op je handen zitten, wachten. Nou, dat is wel iets wat je moet kunnen. Dat je ervan overtuigd moet zijn dat iedereen een tweede kans verdient en dat iedereen mens is. Ik denk dat er altijd hoop is, maar soms op hele kleine stapjes.